Nog een paar dagen, dan gaan we naar de stembus. Niet zomaar een stembus, nee, een verkiezing voor de plaatselijke politici. Het is dus geen landelijke verkiezing. En daarom zijn er ook plaatselijke partijen. Een van die partijen is de partij Trots op Haarlem. En die zijn hier. En ik ga de heren vragen zichzelf even voor te stellen. Ga je gang. Mijn naam is Albert Kevel en ik ben kandidaat nummer 3 op de lijst 10. Mijn naam is Sander van der Raad en ik ben de lijsttrekker. En ik ben begonnen in 2010 in de politiek en we hopen nu bij de verkiezingen groter te worden als de afgelopen keer. Het liefst praat je over voetbal, hè? Niet over politiek. Eigenlijk wel. Helaas hebben we daar de afgelopen periode weinig sponsors voor gevonden. Wel mensen met een grote mond dat als het zover was dat ze allemaal zouden komen. Maar puntje bij paaltje, Red Bull natuurlijk ook niet. Die heeft ook een keer iets toen in de krant gezegd en het erin geworpen. Ben ik meteen bovenop gesprongen van nou, kom maar over de brug. Hè. We hebben hier een goede kandidaat en dan... toen hebben ze niks meer laten horen. Na 5 mails hebben ze maar gezegd, mail maar niet meer. Want als wij zover zijn, dan nemen wij wel contact op. Dus, waarom ik dit breng is omdat het natuurlijk gaat over het terugbrengen van HFC. Hè? Dat wordt ernstig gemist in Haarlem. Nog steeds. Ja. En daar hebben jullie je best voor gedaan. Ja. Maar nu is het ook moeilijk, hè? Je moet in de 5e klasse beginnen. Er is geen organisatie die je zou kunnen overnemen. Ja. Nee, we hebben toen gezegd van kijk, als er mensen komen die iets willen, dan gaan we daarvoor zorgen dat we daar ons uiterste best voor doen. Wij kunnen natuurlijk zelf niet zorgen dat betaald voetbal terugkomt. Daar hebben we mensen voor nodig. Maar ik heb toen altijd wel gezegd van als er mensen zich aanmelden, dan zullen wij er in ieder geval alles voor doen dat het wat mogelijk is, mogelijk wordt gemaakt. Nou moet ik je wel heel eerlijk zeggen dat ik deze week nog een Twitter berichtje kreeg van kan je me even bellen, want jij zocht toch nog iemand voor HFC Haarlem. Dus... zo zie je dat het na 4 jaar kennelijk toch nog steeds mensen weten van... Hey, was dat niet die meneer die HFC Haarlem terug wilde brengen? Dus ik zal hem van de week eens bellen. Misschien zit ik dan volgende week toch bij je met goed nieuws. Je weet maar leuk. Albert, een landelijke partij heeft meestal de steun van een groot bureau, van een achterban, financiële steun. Dat is voor jullie, denk ik, heel moeilijk, want jullie zijn geen landelijke partij. Er zijn wel 4 organisaties trots die in Nederland nog operabel zijn. Maar de geschiedenis, hè, Rita Verdonk, dat is allemaal al lang over. Dat betekent dat het bikkelen is. Ja, het is bikkelen, maar Trots op Nederland is nog bestaand. Er is nog steeds een hoofdbestuur en er zijn nog steeds leden. Maar goed, dat is nog een kleine club op dit moment geworden. En we hebben daar 4 fracties uit die met de gemeenteraad meedoen. Waaronder wij. Ja. En Sander, het zijn een heftige 4 jaar geweest, want je was alleen. Hè? Waar kijk je met het meeste plezier naar terug? Wat is je grootste succes? Ja, ik moet wel zeggen, kijk, we zijn natuurlijk 1 zetelpartij. Maar we hebben natuurlijk wel fantastische steun van Albert Kevel gehad. Die was fractieassistent. En Jacques Amand, dat was de schaduwraadslid. Die heeft ook gewoon 2 commissies gedraaid, net zoals ik. Dus in principe, het is wel 1 zetel, maar we hebben toch echt wel met 3 mensen de keihard aan gewerkt. En dan waren er nog mensen af en toe op de achtergrond die ook meehelpen met bepaalde dingen. Dus het was niet helemaal zo alleen als dat je zou denken. Maar het was toch wel een goed team en dat is het nog steeds. Het mooiste moment van de afgelopen 4 jaar, dan denk ik toch... Nou, vanaf het begin hebben wij natuurlijk meteen gehamerd op meer handhaving en de wijkagent. Belangrijk punt, hè? Ja, ja. Kijk, wij komen, en dat is dan wel heel knap voor een 1 zetelpartij. Wij komen echt, en dat durf ik echt wel te beweren, dat we er bij 85-90% van de wijkraden gewoon aanwezig zijn geweest. En dan niet 1 keer in het jaar, maar gewoon elke maand. Dat was gewoon echt... Kijk, het werd alleen lastig als ze de 4 tegelijk deden op de dinsdag. Want dan werd het een beetje lastig om bij die 4 aanwezig te zijn. Maar we zijn altijd overal naartoe gegaan. En dat is ook het hele principe van... Wat wij horen uit de stad, dat brengen wij dan meteen die donderdag in de raad van... Dit speelt er daar, weet u dat, wethouder, ga er eens wat aan doen. Dus meteen die koppeling van wat je hoort, dat speel je door. En zo hebben we natuurlijk ook nu het partijprogramma opgebouwd. Mensen die leveren input en dat is het partijprogramma. Niet ik ga zeggen, zo moet het, want ik ben zo knap en zo intelligent. Nee, ik heb gezegd, ik ben volksvertegenwoordiger, dus ik hoor liever van het volk wat zij vinden. Wat is jouw top 3 voor belangrijke punten? En als je dat van genoeg mensen verzamelt, dan krijg je een heel mooi partijprogramma.
ook input van de wijkraden, van de ondernemers. En wat we dan nu wel deze keer extra hebben ten opzichte van de afgelopen keer, is dat we nu hebben gezegd van kijk, sommige onderwerpen zijn zo expert, zeg maar, expert level, WMO. Daar weet ik echt zelf te weinig van om daar iets zinnigs over te zeggen. Dat we dus van die onderwerpen hebben gevraagd van mensen, mensen die ik ken, die daar dus expert op zijn. Die hebben dus ook nu zelf die tekst in het partijprogramma geschreven. Dus dat is echt helemaal één op één van de expert. Ik vroeg je waar je met het meeste plezier op terugkijkt. Je noemt veiligheid. Weet je wat ik nou verwacht had dat je zou zeggen, wat commercieel veel beter is? Ja. Het parkeren per minuut. Ja, maar is dat niet van de vorige periode, zit ik te denken? Nee, toen had je het wel gebracht. Toen praatte je erover, maar toen heb je het niet voor elkaar gekregen. Kun je nagaan hoe ver ik al bereikt heb, dat ik denk dat dat alweer uit de vorige periode is. Nee, betaald parkeren per minuut. Dat is natuurlijk een onderwerp waar ik me in het begin heel erg over verbaasde. Je had toen net die discussies van mobiele telefoonabonnementen. En dat mensen zeiden, waarom kan ik niet per seconde afrekenen? En toen dacht ik, ja, maar als je in de parkeergarage gaat staan, dan vind je het wel normaal dat je er 5 minuten staat en dan een heel volledig uur gaat betalen. Dus ik zeg, nou, dat klopt eigenlijk ook niet. Dus dat duurde ongeveer 4 tot 6 jaar voordat dat... inderdaad, ik ben er de vorige periode over begonnen. En deze periode is het pas omdat het zo lang werd uitgesteld. Angst bij het college dat het misschien geld zou gaan kosten. En uiteindelijk is het toch goed gekomen. En is Haarlem nu dus de enige stad in de hele wereld, denk ik, die betaald parkeren per minuut in elke garage heeft. Want ik zou het op mijn voorhoofd schrijven, hoor. Ik ga dat doen. PM. Je bent ook druk geweest, sorry dat ik jou even laat zitten. Je bent ook druk geweest over die verkeerd geïnde bouwlegers, hè? Die 58.000. Ja. Hoe zat dat nou precies? Want jij kwam op een heel ander bedrag uit. Nou, ik ging... 3 ton, geloof ik. Ja, want dat ging dus over een bepaalde periode. De wethouder had, geloof ik, leesjes berekend over vergunningen waar je eigenlijk geen vergunning voor hoefde aan te vragen. En toen had hij gezegd, over de 3 maanden die we nu achter ons hebben liggen, hebben we een bepaald bedrag eigenlijk te veel gekregen. Maar toen las ik dus dat die hele periode van verkeerde berekening eigenlijk nog een jaar zou doorlopen. Toen zei ik, dan zouden we dus, als we er nu niet aan de bel trekken, op 3 ton uit kunnen komen. Nou, dat was ook zo. En uiteindelijk heb ik dat inderdaad met een motie terug kunnen trekken, dat iedereen dus weer die te veel geld betaald heeft, het allemaal weer netjes terug heeft gekregen. Je voorhoofd wordt te klein. Deze was ik eigenlijk alweer vergeten, dus kun je nagaan. Albert, je bent fractiemedewerker geweest, hè, al die 4 jaar. Ja. Als je in de raad zit, is het al geen vetpot. Maar nee. Hoe heb je het kunnen redden? Ja, het is ook een liefhebberij. Hè? Je doet het ook omdat je het leuk vindt. Maar het is ook leuk om betrokken te zijn bij een partij, waar je gevoel goed ligt. Dus ja, de financiën, dat stel je dan op de achtergrond. Het gaat meer om het doen voor de partij, om de partij naar buiten te brengen. Dat vind ik belangrijker. Wat zijn jouw sterke punten, denk je, als je gekozen wordt? Mijn sterke punten, ja, ik zit zelf een beetje in het dakloze gebeuren. Ik heb na aanleiding van een motie van Trots Haarlem met de ChristenUnie een dakloze project opgestart. Daar ben ik voor benaderd en daar ben ik coach in geworden. Dat heette dan het Haarlem project en dat is een project gelijkmatig aan het Amsterdam project. Maar dat is zonder media. Nou, dat is mijn sterke punt. Ik ben meer naar het sociale en de minima. En dat maakt mij zo sterk, omdat ik zelf in een situatie heb gezeten, wat daar ook gespeeld heb. Ja, is dat echt mijn punt geworden. En dat is binnen de partij waar ik eigenlijk ook meer naar samenleving toe zou willen gaan. Ik wil, ja, dat is mijn ding. En dat heeft mij binnen de partij goed kunnen ontaren. Nou, het zou niet verbazend zijn als een plaatselijke partij veel stemmen haalt, hè? Zeker door dat landelijke gesode ding is. Sorry dat ik het woord gebruik. Maar ja, het gaat om wat er in de plaats gebeurt. Het gaat om Haarlem. Juist. Wij zijn heel betrokken. Sander zowel als ik, als Jacques en nu de nieuwe mensen die langzaamaan erbij komen. Jacques staat 2, hè? Ja, Jacques staat 2, ik sta 3. Maar wij zijn alle 3 betrokken Haarlemmers. Wij zetten ons overal voor in. Wij komen bij de mensen thuis. We gaan de mensen hun problemen aanhoren. En dat is de sterke kracht van Trots Haarlem. Ja. Die er wel zijn en ook beloven wat ze zeggen. Wat worden jullie speerpunten? Mijn speerpunt zou zijn dat voor Haarlem iedereen een gezond en leefbaar klimaat heeft en dat we allemaal gewoon kunnen faciliteren in Haarlem en allemaal gelukkig zijn. Ik zou zowel met de onderlaag als de bovenlaag zie ik het gewoon dat we daar goed in moeten gaan. En jij, Sander? Nou, een van onze belangrijke speerpunten is natuurlijk, ja, dat heeft elke partij ondertussen,
Dat is natuurlijk dat bereikbaarheid, het wonen. Maar wij vooral dan ten opzichte van andere partijen vind ik dat wij daar echt een punt meer hebben. Handhaving en de wijkagent. Anderen hebben daar bijna niet over. Ja, alleen toen we plotseling die stellingenwijzer van Mijn Stem moesten invullen. Toen had iedereen het wel over dat er meer handhaving moest komen. Maar al die afgelopen 4 jaar heb ik nooit steun gekregen voor een motie van we moeten meer handhaving in de wijk hebben. Dus ik ben blij dat er dan verkiezingen aankomen en dat men dan wel het licht ziet. Dus laten we hopen dat ze dat nog even volhouden ook na de verkiezingen. Dat er echt wat gaat gebeuren. Nog een ander belangrijk punt is, ja, ik vind dat wij altijd het voordeel hebben dat we heel... Kijk, wij zijn natuurlijk niet aan die landelijke dogma's verbonden. Dus wij kunnen gewoon heel creatief denken. Wij hebben dan ook bijvoorbeeld die motie Toekomstwijk binnengehaald. Dat is dus een klein wijkje met Tiny Tim huisjes. Waarbij je dus je kan ervaren van hoe het is om daarin te gaan wonen. En mijn idee was ook, kijk, niet iedereen kan erin wonen. Maar je kan in ieder geval wel langs kijken. Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bouwen? En zijn er bepaalde technieken die jij bijvoorbeeld thuis wel zou kunnen integreren in je huis om kosten te besparen. Dus altijd net even iets anders dan de rest. Hè? En dat is goed, dat je niet alleen maar het stramien doet, maar dat je af en toe, hoor je ook van de collega's, dan zegt ze, hey, zou hier eens niet wat mee moeten doen? En dat je dan denkt, ja, weet je, daar heeft nog niemand aan gedacht. En dat je dan denkt, nou, laten we dat dan toch maar eens als eerste gaan roepen. En dat merk je dan wel vaak. Want dan wordt er wel eens gevraagd, kleine partijen hebben die wel invloed in de politiek. Maar ik merk dat je juist heel veel invloed kan hebben. Doordat je gewoon altijd als eerste, nou niet altijd, maar heel vaak wel, als eerste gewoon een punt naar voren brengt. En dat die anderen dan eerst zeggen, ja, maar ik heb nu al dat dus aan het einde van deze periode, bijvoorbeeld D66 heel vaak zegt... collega Rijzenbeek, dan kom ik weer met een plan en dan zegt hij, ja, dit is weer een motie van meneer Van der Raad. En dan ben ik ondertussen wel gewend dat we uiteindelijk beter ja kunnen zeggen dan dat we nu nee zeggen. Dus dan zie je al dat het kwartje gaat vallen van wat vroeger dan raar was, omdat je dan altijd zo vooruitstrevend was dat mensen dachten van, waar gaat het over? Maar dat ze dan 2 jaar later denken, ja, dat was nog niet zo'n slecht idee, dus... En als dat dan maar genoeg went, dat dan mensen zeggen, nou, laten we meneer Van der Raad nu maar meteen geloven en meedoen. Want anders dan doen we het over 2 jaar, moeten we het weer zelf bedenken. Dat is toch mooi? Ja, nou, dat vind ik ook wel heel mooi hoor. Dus zo zie je dat je in ieder geval wel invloed kan hebben in de politiek. En dat je niet per se 8 of 9 zetels hoeft te hebben. Mannen, gemeenteraad breed moeten huizen bijkomen. Ja. Daar is iedereen het over eens. Ja. Wat betekent dat? Dat er weer meer auto's komen en dat het verkeer rond en in Haarlem alleen maar moeilijker wordt. Is daar een oplossing? Nou, daar is wel een oplossing. Kijk, daar ben ik dus wel heel blij dat wij dus nu dat expert, de expert schrijft het expertgedeelte. We hebben nu op nummer 5 Sanne van Galen. Dat is de landelijke woordvoerder van Rover. Dus die heeft echt wel verstand van hoe moet je bereikbaar blijven. Die heeft een heel mooi stuk geschreven. Denk ik ook wel het langste stuk in ons heel programma van 5 kantjes. Wat er allemaal moet gaan veranderen. Dus ik kan het niet allemaal nu achter elkaar opnoemen. Maar het is echt. Het komt er eigenlijk op neer dat. Wil je nu dus meer verkeer gaan doen. Dan zegt Rijkswaterstaat. De A9 kan het niet aan. Maar. Je kan ook niet de A9 gaan verbreden. Dat is niet de oplossing. Dus de oplossing moet echt komen in de stad. Beter openbaar vervoer, betere fietsverbindingen en betere lightrail. Dat soort oplossingen moet je gaan doen. Dus lightrail naar de Zuidas. De bus 300 vertremmen. Wat ik vroeger ook al heel vaak gezegd heb, want daar werd ik altijd voor uitgelachen als ik weer over een openbaar toilet begon, want dat vind ik ook veel te weinig in Haarlem. Maar toen heb ik gezegd, het probleem is dat mensen heel vaak niet die fietsenstallingen gebruiken, hè? Want ze zijn er wel, maar ze zijn ook nog niet allemaal vol. Toen heb ik gezegd, als je nou die fietsenstallingen sowieso al meer op de kaart zet door bijvoorbeeld daar ook een openbaar toilet in te zetten, dat mensen denken, waar kan ik hier naar de wc? En oh, ik ga daar naar de wc, maar ik zie een bordje hangen. En oh, ik ben nou in een fietsenstalling gekomen. Nou, dan zal ik voortaan hier mijn fiets neerzetten. Ja, dan zo kan je dingen een beetje combineren. Dus je moet een beetje creatief denken. En de oplossing is dus niet meer autoverkeer. Dat was inderdaad je vraag van, we gaan meer bouwen, krijgen we dan ook meer auto's? Dat hoeft ook niet. Want je kan ook, en dat gebeurt nu al in sommige delen, dat je dus een nieuwbouwwijk neerzet. En dan zorg je niet dat daar 100 parkeerplaatsen bij zitten. Maar dan zorg je gewoon dat daar 20 van die deelauto's staan.
En dan schijn je ook genoeg capaciteit te hebben. Dus er zijn wel oplossingen als je dan maar weer out of the box gaat denken. U heeft het gehoord. Je hoeft echt niet op een landelijke partij te stemmen om voor je stad iets te doen. En hoe klein de partij ook is, ze werken keihard. Ik wens u heel veel devotie bij het stemmen. Dank voor het kijken. En jullie mannen, heel veel succes en bedankt. Dank u wel. Ja. U ook bedankt. Hartstikke bedankt, denk ik.